Agrio Uitgeverij heeft deze week de resultaten van de Sterke Erven Monitor gepresenteerd. En vandaag zijn we bij de Tweede Kamer in Den Haag om te horen wat politici van de uitslag vinden. Landbouwminister Piet Adema, ja, we hebben bij Agrio de Sterke Erven Monitor gedaan. De resultaten daarvan waren eigenlijk dat van de 1600 boeren dat ze meest aangaven dat ze regeldruk ervaren. Ja, dat zal voor u geen nieuw geluid zijn. Nee, er komt heel veel boerenerf af. Het is ook een stapeling van regelingen waar ze mee te maken hebben. Wat ook echt impact heeft op de bedrijfsvoering van boerenerf. Dus dat ze daar erg mee zitten, dat begrijp ik heel goed. Laat ik dit zeggen, er liggen vissers wakker s'nachts. Er liggen boeren soms wakker s'nachts. En ik lig s'nachts ook wel eens wakker, ja. Ja, want het komt wel aan op de erven. En ik zie die boerengezinnen. Ik zie soms individuele situaties waar het ons ongelooflijk knelt. En ik leef mee en ik heb niet altijd de oplossingen. En soms voelt het ook wel een beetje onmachtig, moet ik eerlijk eens zeggen. Maar men mag weten dat ik meeleef en dat het, nou ja, mezelf ook de nodige zweetdruppels kost. Ja, het is ontzettend herkenbaar en het is ook helemaal niet nieuw, hè? Ik bedoel, als we kijken naar wat er de laatste jaren op die boerenerven terecht is gekomen aan maatregelen, aan zorgen, dan is dat gewoon enorm. En dan hebben we het niet alleen over blauwtong of hele natte weersomstandigheden om dingen te rooien. Maar dan hebben we het ook vooral over de gevolgen van de afbouw van de derogatie. Hè, waardoor de mestkelders propvol zitten op dit moment. En waardoor boeren ja, bij tijden wel echt 40, 50, 60.000 euro extra moeten betalen om die mest te kunnen afzetten. En dat is natuurlijk niet te dragen voor een doorsnee boerengezin. Nou, ik ben natuurlijk zelf boerin, dus ik woon zelf op een boerenerf. Dit klinkt mij heel bekend in de oren. Maar niet alleen als boerin, maar ook als Kamerlid vind ik het echt zorgelijk wel. Dus ik vond het heel herkenbaar. Ik merk ervan dat het, ja, de gesprekken aan de keukentafel zijn gewoon anders dan dat ze een paar jaar geleden waren. En in plaats van dat we heel erg met de toekomst bezig zijn, zijn we nu meer ons aan het afvragen van hoe lang gaan we dit nog volhouden. En jezelf zo'n vraag stellen en het daarover hebben met elkaar, dat is eigenlijk al heel pijnlijk. Omdat je, wat je wil is gewoon je vak goed kunnen doen en je bijdrage leveren aan gezond en lekker voedsel. Dat is natuurlijk al heel lang de klacht. En de bemoeienis van de overheid en van Brussel op detailniveau, dat is wel iets waar boeren het wel mee hebben gehad zo ongeveer. En ja, nou ja, het gaat dan over doelsturing, middelensturing. Hè, van, ik denk dat het de kunst is om boeren veel meer verantwoordelijk te maken voor hun eigen prestatie en daar ook op een of andere manier op afgerekend worden. En die goed doet, ja, die heeft er weinig problemen mee. En iemand die minder presteert, die zal er wat meer last van krijgen. De meerderheid is ingevuld door melkveehouders en die gaven aan dat de derogatie voor extra veel druk op de boerenerf zorgt. Hoort u die verhalen ook? Ja, dat is echt een groot probleem op dit moment. Zeker bij heel veel rundveehouders die ook grondgebonden zijn. Dat nu tot de mest altijd kwijt konden op eigen land en nu opeens moeten afvoeren en moeten toetreden tot de mestmarkt. De mestmarkt raakt opeens, er komt overdruk. Dat betekent dat er heel veel kosten mee gemoeid zijn om de mest te kunnen afvoeren. En dat heeft echt grote gevolgen voor die bedrijven. Dus ik ben met de sectoren ook in gesprek. Ik ben met financiers in gesprek om te kijken hoe gaan we deze periode doorkomen. En ik heb ook aan de Kamer toegezegd dat ik met een brief kom waarin ik een aantal acties ga bekendmaken. Om de pijn te verlichten. Of het helemaal kunnen verlichten is maar zeer de vraag. Maar ik begrijp heel goed dat er hele grote zorgen zijn op het boerenerf momenteel. De meerderheid van de boeren die het onderzoek hebben ingevuld waren melkveehouders die zeggen van ja, de afbouw van derogatie, daar zit de grootste zorg. Wat kan BBB wegnemen bij de boeren die er zorgen over hebben? Nou, wat in ieder geval de BBB op dit moment volop doet, dat is die zorgen agenderen, ook in de Tweede Kamer. En nou goed, we hebben vandaag een discussie met de minister ook over nou ja, perspectief in de landbouw. Is dat op korte termijn dan mogelijk, denk je? Nou, als we hier zo in Den Haag wat gaan doen, dan heeft dat vaak ja, op langere termijn consequenties voor de boer. Maar goed, we proberen natuurlijk op korte termijn zoveel mogelijk te bewerkstelligen. Maar ja, ik kan op dit moment niks beloven, omdat we natuurlijk als BBB ook erg afhankelijk zijn van met welke andere partijen we straks gaan regeren. Mochten we zover komen dat we gaan regeren. Het verlies van de derogatie is überhaupt de reden dat ik de politiek in ben gerold. Want de vorige keer dat hij onder druk stond, in 2015, 16, heb ik daar actie voor gevoerd om hem te behouden. En we zien al heel lang dat we het elke keer op het punt staan om hem kwijt te raken. En nu is het dus gebeurd met een afbouwpad. Nou ja, dat is dan beter dan een harde grens. Maar het blijft natuurlijk gewoon hartstikke shit eigenlijk. Want wij zijn daar niet op voorbereid als sector niet. En vooral grondgebonden melkveehouders, die gaan hier echt heel veel pijn van hebben. Ja. En ik ben ontzettend aan het zoeken naar welke oplossingen zouden we kunnen doen. En daar heb ik het ook met Adema over en ik draag me ook oplossingen aan. Maar de harde waarheid is dat we dat niet waarschijnlijk bij kunnen benen met de impact die dit heeft op de sector. Dus ik vind dit echt ook zelf een beetje spannend.